Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik heb hier een oude bekende, de Thalys. Alleen deze heeft het logo of het in goud Slovenië erop staan. Met wat extra lijnen in vergelijking met de Thalys zoals ik hem ken. Misschien is er iemand die er iets meer van weet. Maar daar gaat het niet helemaal om in deze video. Toen ik met deze Thalys ging rijden... Met kerst bleek al snel dat hij niet goed de bocht op kwam. Hij had veel te weinig motorkracht. En in de comments was toen een kleine discussie met iemand die zei, ja, die van mij doet dat wel. En dat kwam omdat hij twee motorwagens had. Dan dacht ik, dat is nou een goed idee. Dus, dit is mijn Thalys en dit is de dummy motorwagen. Dit is de dummy motorwagen van de nieuwe. Nou ja, nieuw. Hij is niet helemaal goed. En dit is de motorwagen die ik daarbij heb gekocht. Dus mijn plan is om deze motorwagen het hele onderstel ervan af te halen. En dat hierin te gaan zetten. Zodat ik vanaf dat moment twee motorwagens heb. Die allebei aandrijving hebben, zodat hij de hele Thalys over de baan kan trekken. Als eerste wil ik gaan beginnen met het openmaken van de dummy. Deze zal wel lukken. Ik ben een beetje aan het experimenteren met geluid. Zo, soms is het in stereo in plaats van het gebruikelijke mono. Nou, de dummy motorwagen heeft dus hier ook de schakelaar in zitten. Die regelt, nee, die regelt niet de verlichting. Die regelt of dat hij hem van de bovenleiding pakt of niet. Dat was het. Hier zit een stuk in. Wat ik probeer rustig uit te halen. Hier zit een kleine led voor de gele verlichting. Die zorgt voor de bovenin de verlichting. En hier voorin zitten de rode en witte leds. Zo. Die ga ik zoveel mogelijk met rust en op zijn plaats houden. Deze draden zitten gewoon van voor naar achter voor goed contact. Deze gaat de kap in. Naar de schakelaar voor bovenleiding of baan. Nou, die gaat los. En die maak ik los, zodat ik de kap weg kan leggen. En deze is voor de andere kant. Zo. Dan raakt deze in ieder geval niet beschadigd. Dus dat is mijn dummy motorwagen. Onderkant. De niet dummy. Ik ben benieuwd. Deze dummy is van een betere makelij. Dan de, die komt van een betere set dan de Thalys uit de starterset. En dit is een Thalys uit een startset, denk ik. Nou, je ziet hier dezelfde draden lopen, dezelfde motor. Maar als ik dat vergelijk, trouwens, nee, dat doe ik niet. Deze heeft een stukje plastic wat afgebroken is. Die laat ik gewoon lekker dicht. Die andere Thalys, weet ik wel. De andere Thalys die ik al die ik heb laten rijden, die motorwagen, heeft zijn decoder gewoon een aansluiting ervoor.
Alleen daar is dit stukje plastic van beschadigd geraakt. Nou, deze dummy starter set hier zit normaal gesproken geen verlichting in. Hier heeft wel iemand iets met lijm gedaan. Maakt voor mijn motorwagen niet uit. Ik zag wel, hier aan de achterkant is een stuk van het aansluitpunt beschadigd geraakt. En je kunt in principe, deze heeft ook nog ontstoring. Je kunt in principe dit hele plastic deel vervangen, wisselen met deze. Zo. Hier binnenin is het nu leeg, maar het is best goed te doen om het binnenwerk van deze over te zetten naar deze wielen hier. Ik ga even kijken of ik dat ga doen. Maar goed, deze motorwagen, deze dummywagen heeft waarschijnlijk, hier heeft gewicht. Ik denk als ik die andere zou openmaken dat daar niet eens een gewicht in zit. Dat dat allemaal net even wat minder is. Dat is heel typisch voor die Mehano. Dat verschil tussen degene met die digitaal voorbereid is versus niet digitaal voorbereid. Een ander verschil waar je dan kunt merken is dat deze leeg is van binnen. En de digitaal voorbereide heeft daar stoeltjes in zitten. Ik ga even kijken. Ik ga proberen deze wielen aan de achterkant eventjes te verwisselen. De voorkant ziet er goed uit. Daar ga ik verder niets aan doen. Ik heb bij deze al een keer de kabels nagekeken. Die liepen niet helemaal lekker. Die zijn allemaal opnieuw vastgezet. Maar ik zal wel met deze kabels en met die andere kap met de verlichting erin even moeten gaan kijken. Ik moet natuurlijk nog wel een decoder erin gaan zetten. Dus ik ga beginnen met het draaistel. Zo, de draaistel of het draaistel. Als je zo de kap eraf haalt, die zit hier aan deze kant vastgeklikt, dan zie je op het eerste gezicht veel verschil. Maar als je de wielen eruit haalt, zo, dan zie je geen tandwielen erop, wel tandwielen erop. En het draaiwerk eruit. En daarna zijn ze identiek van binnen. Dus deze met zijn beschadiging hier, die gaat even opzij. En op deze manier, zo, de tandwielen in de nieuwe. Ze zijn nog goed gesmeerd. Ik gebruik ook het reeds gesmeerde kapje. En dat is dus mijn nieuwe draaistel. Dit is het oude draaistel met een heleboel smeer. Er gaan de wielen in. Kap terug op. Zo. En deze is dus iets minder mooi. Die kan strakjes weer terug op deze plasticen. Want daar gaat het uiteindelijk terechtkomen. Ik heb de ontstoringscondensator losgesoldeerd. Die moet dadelijk weer vast samen met de bekabeling. Maar die bekabeling ga ik sowieso op een andere manier routeren. Dit draaistel ga ik niet heel veel meer aan doen. Behalve dan dat daar de kabels ook vanaf moeten. En ik ga even een decoder zoeken. Ik heb hier nog een ESU Logpilot. Mijn decoder bij voorkeur als het gaat om motoraansturing. Als het gaat om niet motoraansturing, zeg wat lichtjes, dan gebruik ik ofwel een functiedecoder als ik die voorhanden heb.
Als ik die niet voorhanden heb, dan wil ik nog wel de lees-DCC's gebruiken. Die heb ik in het verleden gebruikt voor motoraansturing en dat is niet zo goed bevallen. Dus ook hier gaat een ESU in. Zo, dat is de... motor zit vast aan de decoder. Het eerste draaistel zit vast. Het tweede draaistel. Daar heb ik wat hulp voor nodig. Denk ik. Ontstoorder moet er terug op. En die moeten allebei op de... ja, op het draaistel terechtkomen. Zo. En aan de andere kant... probeer ook echt zoveel mogelijk hier in beeld te doen. Dat is soms best lastig. Nou zie ik pas hoeveel te lang die draden eigenlijk zijn. Ik ga de decoder vastzetten. Ik heb daarvoor vloerbedekking of tapijttape. Ideaal, dubbelzijdig, plakt ontzettend goed. Gaat alleen maar beter plakken na verloop van tijd, heb ik het idee. Zo. Hier zo op en die eraf. Zo, dan rammelt er in ieder geval niet zoveel. Eventjes kijken naar de dradenbrei hier. Ik ga... eens kijken. Deze is nodig voor de verlichting. Deze is nodig voor de verlichting. Volgens mij is er nog eentje nodig voor de verlichting. Ach ja. Deze doet gewoon op basis van de LEDs doet hij een aansturing. Dus wat ik moet gaan doen is de LEDjes gaan zien te vinden. Ook die hier achterin zitten. En eens even kijken hoe ik die aan moet gaan sluiten. Dat ga ik eens even rustig uitzoeken. Ik heb er eens even goed over nagedacht. En wat blijkt, als je de zijraampjes indrukt van de motorwagen. En je drukt daarna hiervoor op de ruit. Dan komt de hele lichtvoorziening eruit. Dat heb ik ook gedaan. Bij mijn andere motorwagen, degene met een mooie verlichting erin. En dan hou je dit over. Nou, ik heb hier wat uitgetekend. Eventjes zo. Dit is de zwarte kabel. Hier. Die komt binnen, gaat door een weerstand heen. En splitst zich daarna uit over... ik heb hier twee takken, maar eigenlijk zijn het drie takken. Eén tak is naar wit en door deze led heen. Dat is deze rode hier. Die gaat naar dat led.
komt uiteindelijk hier boven de cabine uit. Dat is de led die helemaal bovenin door de... even kijken, hier zo doorheen schijnt. Die komt ook weer terug op dit vlak. De andere twee leds zijn de buitenste twee witte. Die lopen... even kijken, ja, die zo. Die lopen vanaf de weerstand naar de witte toe en ook naar de rode toe. De rode leds komen vervolgens uit op dit vlak hier en de witte komen uit op dit vlak. Nou, zit normaal gesproken zijn deze twee vlakken aan elkaar verbonden. En de rode leds hebben een andere zijn diodes, laten aan de andere kant de stroom door dan de witte. Dus is dit de pluspool, dat de minpool, dan branden de witte. Is dit de minpool en dat de pluspool, dan branden de rode. Dus eigenlijk zitten deze oorspronkelijk aan elkaar. Zo. Wat ik heb gedaan is deze verbinding doorgebroken, zodat ik vanaf deze twee punten kan gaan werken. En dit wordt mijn pluspool, ondanks dat hier nu nog een zwarte kabel aan zit. En ik heb deze rode leds heb ik omgedraaid, zodat ze ook branden met plus hier, min daar. Op dat moment kan ik nu hier naast deze zwarte draad twee draden hier aanmaken. Deze zwarte gaat uiteindelijk naar de blauwe draad hier op mijn decoder. Dat is deze. De witte verlichting kan naar de witte draad. De rode verlichting naar de gele draad. En dan is het een kwestie van dit weer in elkaar zetten. Zo. Kabels wegwerken. Deze moet hier voor ingeklikt worden. En alles... inbouwen. Dan is de verlichting is dan klaar om aan de en eigenlijk is dan de locomotief klaar. Kwestie van kapper op en testen. En alles zit aan elkaar. Zoals je ziet, hij rijdt nu vooruit met twee geel-witte lampen en even achteruit twee rode lampen. Het is nu nog een kwestie van de draden, dit ding op zijn plek zetten, de draden wegwerken zoals ze zaten en alles weer in elkaar zetten in de kap. En dan is hij klaar. Dus ik laat dadelijk nog even het shot zien van de voorkant. Hoe het er uiteindelijk uit is komen te zien. Maar dat is ongeveer hetzelfde als wat het al was. En dat was deze aflevering van Paul's Model 2 Stuff. Vond je dit leuk? Laat een berichtje achter. Subscribe, like en tot een volgende keer.